Op zaterdagavond veranderde het Schouwburgplein in een heuse openluchtbioscoop. Het filmhuis Hengelo heeft er namelijk de eerste film van het nieuwe filmseizoen vertoond. Zo ongeveer 250 mensen hebben kunnen kijken naar de feel-good film Pride. Tijdens de pauze en na de tijd was de bar van Brasserie So Nice open om de bezoekers van een drankje te voorzien. En zo werd het een gezellige avond.